Welkom bij het Ellisjournaal. Ik sta hier in het Zuiderstrandtheater, waar dadelijk op 25 december de wereldpremière is van Alice in Winter Wonderland. Jullie gaan in deze editie een interview zien met Tom Stewart, wat hij allemaal te vertellen heeft. Ik ben benieuwd. Het avontuur begon allemaal toen ik in New York City de cd Alice in Wonderland vond. Tchaikovsky, Carl Davis. Ik was gelijk nieuwsgierig. En die Carl Davis heeft dus al die fantastische muziek uit het hele oeuvre van Tchaikovsky bij elkaar gezocht. En daar echt een vierde nieuw Tchaikovsky van Ballet van samengesteld. En het is echt zoals bij Tchaikovsky in de notenkraker. Hoor je de schoten, hoor je de muizen, hoor je de oorlog. Zo hoor je hier precies welk stukje muziek de solo van de kat is of de rups is. Het is echt verhalend ballet, verhalende balletmuziek. Prachtig. Maar goed, wat voor soort Alice in Wonderland gaan we dan maken? We moeten een ingangshoek zoeken. En toen ik de Metamorfose 2 van Escher weer zag, de Nederlandse graficus M.C. Escher, met dat schaakspel erop, dacht ik, bingo. In het tweede Alice-boek, Alice in Spiegelland, zit een schaakspel. En ineens dacht ik, wij willen altijd iets met Den Haag doen. Den Haag heeft Escher in het paleis, het Escher Museum. Het Wonderland van deze Alice is Escher's wereld. Wat natuurlijk ook een hele surrealistische, rare wereld is. Je hebt op een gegeven moment gaat die metamorfose bewegen. En komen we langs de gebouwen. Komen de vogels voorbij. Komen de vissen voorbij. Komen de bijen voorbij. Komen de hagedissen voorbij. Eén werk van Escher wat in de voorstelling zit is Ontmoeting. En dat zit er niet in qua decor, achterdoek of wat dan ook. Maar dat was puur de inspiratiebron voor een choreografie. Met heel veel zwarte en witte mannetjes. 63 in totaal. Die ook nog eens allemaal 2 of 3 keer overkomen. Dus het lijken er wel 100 of 200. 63. En daar is het puur choreografie. En natuurlijk zwart-witte kostuums die de ontmoeting verbeelden. En dat werk zie je nergens letterlijk in de voorstelling terug. We hebben een versie van relativiteit van Escher als achterdoek. Maar er zijn ook 3 trappen op het toneel waar echt een choreografie mee gebeurt. Die ontzettend spannend was voor ons. Want mensen zijn makkelijker te choreograferen als trappen. Vooral als je ze van binnenuit moet bewegen in plaats van buiten. Een paar van zijn werken hebben we echt letterlijk in de voorstelling verwerkt. Zoals 3 werelden. Het meertje met de bladeren, de bomen en de vis. Dat wordt het meertje waar Alice speelt met haar zusje. En waar ze in slaap valt tot ze dus uiteindelijk in Wonderland belandt. We hebben een fantastische cast van heel, heel, heel veel dansers. Van alle niveaus en leeftijden. Van 5 tot 65 plus. Maar natuurlijk ook onze eigen juniors, onze Dutch Junior Dance Division, prachtige dansers. En voor hun is het heel wisselend wat er gebeurt. We hebben natuurlijk de prachtige Corine in de titelrol van Alice. Het maken van deze productie is echt een droom die waarheid wordt. Het zit al zo lang in mijn hoofd. En om het nu dag voor dag, week voor week steeds verder te zien vorm krijgen is ongelooflijk. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Rien is aan mijn rechter en linkerzijde met al zijn goede adviezen en dramaturgische gekke ideeën. Eleonore van Lokeren is natuurlijk altijd bij de kinderrepetities een grote steun. Maar hebben we prachtig decor van Edwin Kolpen en Pink Steenvoorde die straks ook het licht moet gaan doen. Waanzinnige kostuums. Charisma Costumes heeft zichzelf weer helemaal uit de naad gewerkt en de meest waanzinnige dingen bedacht. Nou ja, Tchaikovsky dan, hallo. En dan door de man die het allemaal bedacht heeft, Carl Davis, live gedirigeerd. 52 man, residentieorkest in de orkestbak. En ga zo maar door, ga zo maar door. Ik weet me omringd met de meest waanzinnige, creatieve mensen die mij gaan helpen om deze droom werkelijkheid te laten worden. Ik kan niet wachten tot het eindelijk kerstmis is. Okay.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie terug vanaf 25 december in het Zuiderstrandtheater.